In een woning hier op Kanaaleiland vond de grote energieverbouwing plaats. Alles op één dag, binnen 10 uur. Deze milieuvriendelijke aanpassingen zorgen ervoor dat de energiekosten ook nog eens omlaag gaan. Mirjam de Rijk, wethouder van Financiën, Milieu en Economie, gaf het startschot. Hey, mijn naam is Gert-Jan en ik ga vandaag de grote energieverbouwing begeleiden. Wat kan er allemaal op energiegebied? Je kunt je dak isoleren, je kunt je vloer isoleren, je kunt je gevel isoleren. Dus dat is al. En je glas, dubbelglas HR++ kunt je zeg maar aanplaatsen. Zonneboiler kun je ook aanschaffen en zonnepanelen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ik wilde vragen of u ook trots bent dat het nu eindelijk van start is gegaan. Ja, ik ben heel erg trots zelfs. En toen ik het hoorde, hè, of althans we maakten dat plan van we gaan het proberen in één dag. Oh, ik wist niet of dat ging lukken, maar het gaat dus echt lukken. Wat gaan we er straks van zien? Het grappige van isolatie is dat je er heel weinig van ziet. Dus we zijn net begonnen met het vullen van die muren. Ze zijn ondertussen die kruipruimte aan het isoleren. Maar straks als alles weer dicht ligt, ja, dan zie je er eigenlijk niks van. Je ziet het alleen maar op je energierekening. Die gaat namelijk omlaag. Ze zijn hier druk bezig met de vloerisolatie. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is dit folie, dat komt op de grond tegen het vocht. Wordt gewoon echt op de grond gelegd, kan je zo meteen zien. En tegen de houten vloer die hier zit, wordt dit folie geplaatst. En dit folie is in eerste instantie gewoon plat. Maar het komt andersom te hangen. En door zijn eigen gewicht zet hij dan uit. En over de hele lengte van de kamer heb je dan deze drie luchtkolommen. Wij doen het niet alleen maar voor de centen, maar ook echt voor het comfort. Je moet het gewoon in de winter kunnen vullen, voelen dat je huis lekker warm is. Maar aan het eind van het jaar, bij de eindafrekening, moet je dan op je eindafrekening kunnen zien dat dat geloond heeft. Het voordeel is dat als je het nu doet, kan het een heel kunstig moment zijn, omdat niet los van dat energielasten omhoog kunnen gaan, kan het ook zijn dat kosten om het te realiseren omhoog kunnen gaan. Wat moet ik daar dan voor doen? Ja, je kunt dan gewoon via de website kunt u gewoon een soort intakeformulier. Dan kunt u aankruisen van ik wil warmte scannen en energieadvies op maat. Eventueel kunt u ook voor de duurzaamheidsleiding al informatie vragen. Je kunt wat keuzes maken en dan vervolgens krijgt u een afspraak met het bureau wat het gaat uitvoeren. Nog 1 uur. Ik kan me voorstellen als je vertelt dat het levert iets op. Je gaat investeren, dan dat mensen dan gaan rekenen en denken, hey, dat is misschien wel handig. Maar tegelijkertijd, het kost ook een hoop gedoe. Daarom is deze verbouwing juist zo mooi. We laten hiermee zien dat het echt in één dag kan. En dat het dus helemaal geen weken en weken hoeft te duren. En we laten zien dat het ook bijna geen rotzooi is. Het is even een beetje rommelig bij de vloer waar ze onder de vloer zijn gegaan. Maar verder valt het reuze mee. Asja, Mo en de kids van de Hannolaan. Ja, cool hè. Het is altijd zo mooi, dames en heren, zo'n plenair momentje waarin dan wat mensen in het zonnetje worden gezet. Hier staan ze met z'n allen. U bent nu officieel energieambassadeur. Wat betekent dat dan? Het betekent dat wij zich vrijwillig inzetten voor dit project. En dat wij samen met de gemeente Utrecht informatieavonden gaan organiseren. Wat is een energieambassadeur anders dan een gewone bewoner, zou ik bijna zeggen? Nou, ik denk dat we meer bewust zijn van energie. En dat we ook mensen willen motiveren ook daar meer over na te denken. En ze handreiking te geven hoe ze dat zouden kunnen doen. Herkennen je eigen huis nog? Ja, eigenlijk wel. De daken waren groen. Zo met een zwarte randje. Nou, ik vind het heel mooi geworden. Wil je wat dingen gedaan? Ik ook. Je ziet er niks meer van die gaten. Ik dacht, dat blijft allemaal. Ze hebben echt heel netjes weer die gaten gedicht. De kruipruimte. Kun je dat zien? Dit is dat luchtkussentje. Die komt dan aan de bovenkant van de kruipruimte. En dat oranje zeil, wat ligt echt op de bodem. En die houdt dan alle vocht tegen wat van de bodem zou komen. En nou zit het erop, de werkzaamheden. En is het wat u had verwacht? Zeker weten. Dat het nageïsoleerd wordt, dat er goede spul erin zit. En dat wij als het weer winter is, wat warmer erbij zitten.